Tering, hoe vaak mossen werken per maand? Ja, dat verschilt. Ik heb geen vriend, dus het verschilt. Ik ben ICD en ik ben de winnares van Curvy Supermodel 2018. En ik denk dat ik Miss Perfect ben, omdat ik sta voor diversiteit. En omdat de curves gewoon mooi zijn. En deze kittens zijn super curvy en schattig. In deze ronde krijg ik 10 vragen in 5 categorieën. En die ik echt zo goed mogelijk moet beantwoorden. Want anders krijg ik straks voor elk fout antwoord een pittige vraag terug. En dat wil ik liever niet. Mensen met welke nationaliteit hebben het meeste seks? Ik denk Grieken. Oh, yes! Score! Next question, please. Hoeveel procent seks hebben koppels meer als ze geen tv in de kamer hebben? Ik denk dat het wel makkelijker is dat je, als je geen tv hebt, dat je denkt, nou, nah, ik verveel me toch. Dus ik denk 26% meer. 50? Oh, wat erg! Dat is een tip. Geen tv, jongens! Binnen hoeveel minuten kan je weten of je iemand leuk vindt? Nou, als het aan mij ligt, 1 minuut. Maar ja, nee, ik denk dat anderen dat ook wel kunnen misschien. Fout? Echt? 4 minuten, oh my god. Nou, bij mij gaat het sneller hoor. Liefde is goed voor je botten. Ik denk misschien wel dat het goed is voor je botten. Oh, yes! Score. Nou, als je geen gebroken armen wil, word verliefd. Tip van de dag. Hoeveel liter bloed pompt je hart per minuut rond? Ja, 11 is dan wel weer heel veel. Zo, deze gaan tekeer, mensen. Dan ga ik even voor de middenweg en dan zeg ik 6. Oh, echt? Yes! Biologie bij ICD. Met niezen kan je een snelheid van 190 km per uur bereiken. Ja, dat is sowieso waar. Dat gaat zeker hard. Heb ik het fout? Ja, het is harder dan. Wie weet nou de exacte snelheid? Niemand, toch? Welke twee landen hebben niet zo lang geleden een historische ontmoeting gehad? Ja, met dit soort vragen moet je echt niet bij mij zijn. Ik durf niet eens wat te zeggen, omdat ik gewoon bang ben dat ik mezelf verlul zet. Mag ik een pas? Ja, weet ik veel. Turkije. Oh, wat erg dit. Ik weet niet eens waar Turkije is. Turkije en Algerije, klinkt leuk. Ja, dat dacht ik al, hè? Ja. Oh, of course. Oh my god. Oké. Nou, next question. Deze ga ik wel goed beantwoorden. Cola werd uitgevonden in de Tweede Wereldoorlog. Waar of niet waar? Niet waar. Ik denk de Eerste Wereldoorlog. Yes! Score. Ik ben best wel slim, toch? Hoeveel seizoenen van America's Next Top Model zijn er tot nu toe uitgezonden? Ik ga voor 26. Oh, nou, die krijg ik toch wel een beetje een bonuspunt voor. Een halve. Ja, zie je, hij vindt van wel. Wie was de allereerste winnares van Holland Next Top Model? Ja, dat was Kim, toch? Kim Veenstra. Niet? Ze is vast heel knap. Door naar de volgende ronde. Ik heb er 6 fout. Dat is best wel veel. Dus kom maar op met die pittige vragen. Tering, hoe vaak mossen werken per maand? Ja, dat verschilt. Ik heb geen vriend, dus het verschilt. Maar misschien 5 keer dan? Decent. Decent. Oh, wat erg deze vragen. Oh, holy shit. Zou ik mijn relatie beëindigen voor een succesvolle carrière? Wat een kutvraag is dit. Dit is echt niet oké, hè? Nou, zij zouden elkaar sowieso voor een succesvolle carrière kiezen. Maar ik, als je me zou vragen carrière of vriend, dan zou ik carrière kiezen. Maar als ik al een relatie heb en ik vind mijn relatie gewoon goed, dan zou ik daar zeker bij blijven. Voor welk lichaamsdeel ben ik het meest onzeker? Omdat ik meegedaan heb aan Curvy, denkt natuurlijk iedereen dat ik niet onzeker ben en dat ik alles prima vind. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik denk dat ik het meest onzeker ben over mijn schouders. Ik ben best wel breed. Ik ga meteen rechtop zitten. Maar ik ben best wel breed. Dus ik denk dat als ik ergens onzeker ben, dan zijn het mijn schouders. Met welk lichaamsdeel verluid ik mannen? Nou ja, ik denk met mijn gezicht. Ja, ik denk het wel. Ja, nee, ik ben... wat moet ik doen? Meteen mijn titel laten zien. Hoi! Nee, ik denk met mijn gezicht.
Oh, met wie uit het modellenhuis kon ik het niet vinden. Juicy stuff dit, hè? We irriteerden ons allemaal wel eens aan elkaar. Maar ik denk dat ik het minst goed kon vinden met Fabienne. Omdat wij gewoon heel verschillend zijn. En ja, dat is. Liever een topcarrière als skinny model of een middelmatige carrière als curvy model? Ik ben model omdat ik succesvol wil zijn. En ik ben toevallig curvy model omdat dat mijn bouw is. Maar het betekent niet dat ik alleen curvy wil zijn of dat ik alleen curvy mooi vind. Dus ik wil gewoon een goed model zijn. En of ik daar nou skinny of curvy voor moet zijn, dat maakt niet uit. Maar ik wil alleen maar laten zien dat curvy ook kan. Niet dat het skinny niet kan. Dus dan zou ik zeggen een succesvolle carrière als skinny model. Ja, het is alweer klaar. Wat vond ik van de quiz? Ik vond het een leuke quiz. Ik heb toch weer wat geleerd. Dat katten mij niet leuk vinden bijvoorbeeld. Maar de pittige vragen. Ja, pittig, kittig en ja, wel ook wel een beetje grappig. En ook een beetje gevoelig. Dus dat vond ik ook wel leuk. Dat jullie mij een beetje beter hebben leren kunnen kennen. Maar ja, vergeet even niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op het kanaal van Concentrate Velvet. Als je meer van zulke lekkere, kittige vragen wil horen.